Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is op zoek naar ooggetuigen van de aanleg van de Canadese begraafplaats in 1945-1946. Er is dankzij initiatieven zoals Faces to Graves al veel bekend over de militairen die op de begraafplaats liggen. Maar tegelijkertijd is er weinig bekend over de mensen die destijds mee hebben geholpen met de aanleg van het Canadese begraafplaats. Het Vrijheidsmuseum probeert hier nu verandering in te brengen via een speciale oproep. Zo hopen hiermee nog levende mensen die de aanleg van de begraafplaats hebben meegemaakt te bereiken of hun kinderen te kunnen benaderen om de verhalen alsnog te documenteren. Nou, we zijn verhalen aan het verzamelen over de begraafplaats voor toekomstige projecten. Daar is eigenlijk al heel veel over bekend, want er is al onderzoek gedaan door lokale historicus Gerry Driessen, maar niet over de ervaringen van mensen die begraafplaats hebben aangelegd en die de soldaten hebben herbegraven daar. Voor welke specifieke projecten het museum de verhalen nodig heeft, mag nog niet verklapt worden. Omdat we nog niet zeker weten of het doorgaat, maar het zou gebruikt kunnen worden voor tentoonstellingen, boeken, artikelen of andere dingen. Het meeste onderzoek tot dusver is gedaan door historicus Gerry Driessen, die een boek schreef over de aanleg van de begraafplaats. Het gaat veel over de technische aanleg en de grond. En die persoonlijke verhalen, daar willen we nog wat meer van. De verhalen kunnen ingezonden worden door het museum te bellen of te mailen naar collectie@vrijheidsmuseum.nl. In beide gevallen wordt er daarna een afspraak gemaakt om het hele verhaal te horen. Het Vrijheidsmuseum hoopt nog vele verhalen binnen te krijgen voor juli 2024. Nou, in een van onze bronnen zit al een kort citaatje waarin een man vertelt dat hij in Duitsland die soldaten moest gaan ophalen en dat een houten graf aan de soldaat werd vastgebonden, zodat hij op weg naar de begraafplaats de naam en het nummer erbij bleef. Nou, dat is al een heel pijnlijk schetsend beeld van hoe dat ging. Maar dat is het enige wat we weten en er moet meer te vertellen zijn.